Goedenavond! Ga je me nu even hier lopen dissen? Wat gaan we doen vandaag? Nou, wat hebben we al gedaan vandaag? Nou, inderdaad, we hebben vandaag waren we heel vroeg al onderweg bij naar koffietijd. We moeten heel stil zijn. Dat ze zijn aan het opnemen. Wat echt super leuk was, we hebben gepraat over Down Under. Nou, ik heb gepraat over Down Under. Over de VJJ, het toverdoosje, de muts, de Lady Fava. Nou, heb jij nog meer woorden? De black hole. Nou, laat maar, want ik ga het gewoon weer niet aan jou vragen. Het niveau daalt gewoon weer. Maar ik noem het gewoon een toverdoosje of een kruis. Een toverdoosje? Ja, een toverdoosje. Nee, maar dat heb ik altijd als ik dan op tv of radio vind ik dat gewoon net er staan. Toverdoosje. Ja. Kan natuurlijk een mooi kunstje. Ja, toch? Ja. Dat is toch wel... En hoe noem je het bij de man dan? Een toverstaf. Oh, ja. Ja, precies. Nee, maar dat was superleuk. En nu zijn we onderweg naar de kermis in... In de party capital van Nederland, Woerden. Waar het happy hour is van 7 tot 6, hè, elke dag. Ja? Ja, happy hour van 7 tot 6, elke dag. Maar het wordt natuurlijk wel spannend, want het gaat... Weet je, zullen toch niet wat spannend zijn er protesten, een heksenjacht. Nee, hou op hoor. Ga je aan het kruis? Denk je echt dat er mensen staan die dan... Ik denk het wel. Zeg dat, echt? Ja, ik denk dat het spannend. Weg met Bobby. Denk echt ja. Nee man. Nee joh. We gaan gewoon keihard roepen. Ja, daar gaan we nog een keertje. Kom! Bop, 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 bop. Ja, daar gaan we nog een keer. Bop, 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 bop. De kermis was ook te gek. Dat vond ik echt heel erg leuk. Iedereen was enthousiast, iedereen was vrolijk, dus geen protesten. Heel veel met kindjes op de foto geweest. Vond je al die pers niet een beetje overdreven? Of ik de pers een beetje overdreven vond? Hoeveelheid? Dat was best veel. Maar niks is toch overdreven genoeg, schat, voor ons. Iedereen is blij, toch? Ja, iedereen was hartstikke blij. Ik heb lekkere oliebollen gegeten, suikerspinnetjes gedraaid. Dat is trouwens best moeilijk, die suikerspinnen draaien. Dat had ik echt even anders ingezet. Ja, dat heb ik gezien, ja. Ja, dat ging niet zo heel goed. Dan kan je beter mij gewoon laten schieten. Dat is beter. Ik kan gewoon niet geloven. Ik kan echt niet geloven dat jij gewoon 4 schoten hebt gedaan en alle 4 gewoon gelijk raak. Ja, echt je lul. Denk hem aan. Ik ben toch wel een beetje trots op jou, want er in jou schuilt gewoon een mister. Ik ben toch wel een beetje trots op jou. Die kan ik weer in mijn stal. Weet je wat dat is, schat? Ongelooflijk. Ik had gewoon nooit gedacht dat jij echt zou kunnen schieten zelf. Ja, maar jij moet gewoon helemaal niet denken. Oh nee, die kan ik lekker in mijn zak steken. Nou, ik was uitgenodigd door de pastoor van Woerden om naar de kerk te komen. En die wilde mij welkom heten, want iedereen is welkom in het huis van God en ook in Woerden. En dus hebben we samen een kaarsje gebrand. Voor mijn zus, voor mijn moeder, een kaarsje. En van zijn ongeluk. Ik wou het net zeggen. Maar het was echt heel mooi. Het was eigenlijk gewoon, ik moet zeggen, ik vond het best emotioneel. Dan kan je een kaarsje branden, nou dat doe ik wel vaker. Als ik ergens in een kerk ben. En dit was gewoon, die man was super aardig. Nou, ik voelde me echt welkom. Nou jongens, dat we gewoon lekker aardig tegen elkaar mogen zijn. En wat toleranter. Ik ben wel nu een beetje moe. Ben jij ook een beetje moe? Ik ben ook gebroken. Ja? Ik denk dat je het allemaal weer prachtig verwoord hebt. En ik denk dat er nog maar één ding... Ik wou ook nog even zeggen dat ik ook trots ben op mezelf. Dat ik het prachtig verwoord heb. Ja, maar dat vind ik niet zo belangrijk. Er is nog maar één ding te zeggen. Ja? Wil jij het een keer zeggen? Of moet ik het gewoon zeggen? Nee, jij gaat het zeggen. Als jij het zegt, dan doe ik mijn lippen bewegen. Is goed, oké. Okay. 1, 2, 3. Einde bericht.